boeien maar hen. Ik zie er verschrikkelijk uit. De mensen die mij altijd zien in mijn natuurlijke staat zijn ofwel de mensen die pakketjes komen brengen, of jullie. Waarom dat ik eigenlijk de camera aanzet. Ik ga mijn pols meten, want ik wil graag terug een Pandora-armband. Maar ik wil één voor mij kopen. Ik wil niet dat er iemand dat koopt voor mij. Bedeltjes al goed en wel. Maar ik heb één gehad, ik heb die verkocht. Die had ik gehad van mijn ex. Het was een hele mooie armband. Maar dat bleef me denken aan die relatie. En dat was echt not good. Dus ik wil één voor mezelf kopen. Ook iedereen die al een Pandora-armband heeft gehad, weet de paniek die je hebt als dat stom slot loskomt. Dus ik heb nu gezien dat ze zo een andere slotjes ook hebben. Zo één met een stokje dat je er moet door doen en met clipjes. Maar ik denk dat ik die ga doen met het stokje. Wacht. Het is handig ook aan van die gigantische zakken. Hè. Op Brandfield is die bijna 15 euro goedkoper. Dus. Maar ik wil deze. Omdat die ook in twee kleuren is. Mijn horloge is ook twee kleuren. En dan moet je dat stokje, dat slot daardoor doen. Terwijl die andere, alsjeblieft kijk voor clips en kijk voor zo'n chain. Want ik heb de mijne al een keer kwijtgespeeld. En je zou denken, je voelt dat dat valt. Nee, je voelt dat niet. En je voelt het al zeker niet als je bedeltje kwijtraakt. Dus dat gaan we niet doen. Dus ik zou hem willen rechts dragen. En dan ga ik je zien. 16 centimeter. Dus als ik me goed herinner, was mijn armband 17 centimeter. Maar ze zeggen dat je dan aan je pols wacht. My brain fart. Oké. Pandora. Want ik wil eigenlijk niet naar de winkel gaan in Brugge. Ik heb daar geen zin in. Mijn polsmaat is 16, dus ik zou moeten een 18 hebben. Ik herinner me dat ik vorige keer een 17 had. Maar aangezien dat met zo'n T-bone is, zou ik beter luisteren daar naartoe. Ja, want op de website van Pandora is die 79 en op Brandfield is die 63. Dus, keuze is rap gemaakt, hé. Oké, we gaan die bestellen. That's what we gonna do. En nu ga ik ontbijten. Ook nog iets dat ik wil meedelen. With my breakfast. Is alsjeblieft, als je op Vinted charms en bracelets van Pandora koopt. You go, queen, you go. Maar kijk dat ze echt zijn, want er zijn zoveel fucking fakes. Want Pandora zou niet mogen... het kan verkleuren, maar als je het opkuist of in zo'n machientje steekt, is het weer perfect in orde. Dus alsjeblieft, wees voorzichtig. Double check, vraag achter ticket, vraag achter mail, I don't know. Maar check het, want het is daarom dat ik hem nieuw koop, want die dat ik wil... is eigenlijk één, even duurlijk dat ik hem nieuw zou kopen. En ook ben je zeker dat hij echt is. Dus ja. Yeah. Just so you know. Tot vanavond, kitty cats. Maar het is fel. En warm. Wat? Oké, dus ik ben gewoon geducht en ik sta zo fucking scheef. See, like, why am I like this? Oh. Maar dus, ik ga naar de orthodont. Dat is een butterfly. Man, ik ben veel afgeleid. Hallo? Amai. Sorry. Ik ben niet bang van vlinders, ik vind dat heel mooi, maar don't come in my face. Ik ben dus in knokken, as you can see. En nu gaan we naar de ortho. En de kleine kraai. Cutie patootie, maar dat je niet omver gereden wordt. Kijk welke mooie kitten. Hi, is ik weet niet hoe mooi. Oh. Niet gesponsord, I wish. Het zou enorm veel schelen. Hier, er is veel wind. Maar dus deze tand moet ik een beetje weer naar voren of zo. Dus... ik weet niet echt wat dat de bedoeling is, want ik vind dat die niet eens meer naar voren staat en die erachter, maar ze zegt dat de boog goed is. Dus ze gaat die wat naar voren trekken, maar ik moet dus de 22e al terug. Ze vroeg eerst nu donderdag, maar ja, ik moet werken, dus dat gaat niet. Dus ik moet
kwart na acht daar zijn, dat had een pittige, pijnlijke dag zijn, want ik moet een hele dag werken op een zaterdag. In de week van basic training, dus kan be a bitch. En ze zei van ja, wat ga je plaatje voorbereiden? Dus ik denk dat mijn bugel er toch af gaan mogen. I'm so confused. Maar ja, jullie gaan het zien, hè, als hij eraf mag, als ik een nieuwe bugel krijg, wat er gaat gebeuren. Cause I don't know. Maar oké, nu ga ik naar huis. Misschien nog stoppen in de Action achter nog een kaars voor morgen. Amai, zoveel wind. En voor de rest nog wat creperen. Heb drinken. Dus daar ben ik blij om. Het is citroenwater. You will see. En ik heb deze kaars mee. Botanical Garden. Hij ruikt lekker. Het is niet die dat ze wou. Degene stond eraan. Maar ik wil gewoon toch even... Oh, ik plak vast. Die is blauw en al. Dus, allez. Maar het is beter dan niks. Want die andere een rookt zodanig veel. Dat wordt een voor buiten. Voor als het mooi weer is en dat ik buiten zit. Want... That one's extreme. We gaan dat niet doen, want heel het kot onder rook. Dus ik hoop dat ze met een dien tevreden is tot dat ik een leuke vind. 7 juli ga ik naar The Witch's House. De markt, de spirituele markt, sta ik daar ook met Witchling. Dus voor hetzelfde geld zie ik daar een hele mooie kaars of zo. En dan doe ik die mee voor haar. Dus, maar nu is het de doen met die kaars. Oké, ik ga naar huis. Ik ga bellen met Sarah. Oh. Ik haat mijn leven. Ik ga die kaars voor morgen aankleden. Maar ik ga even tonen hoe dat de vorige kaars eruit ziet. Dat ik dus niet meer binnen ga branden. Maar dus ik had een hele grote kaars. Ik heb gewoon stickers afgedrukt. Dat correspondenties zijn van haar. Ik heb nu die kaars dat ik wat ga omtoveren. Dus het eerste dat je doet, smack the shit out of the candle. De vorige energie eruit te slaan. Ik vind dat gemakkelijker om te cleansen dan dat ik bijvoorbeeld dat ik me moet bezighouden met rook cleansen, want dan zijn we wel even bezig. Terwijl hij er gewoon uitslaat. En dan heb ik weer een paar stickers afgedrukt. Niet blij? Ik wist het, hé. Als ik hem had gepakt, wist ik het, hé, dat ze niet tevreden was ermee. I'm sorry. Zoals je wel weten, als je deity blij is of niet, you will feel it. Ik ga hem uiten. Sorry, mijn excuses. I'm sorry. Ik weet het, het is geen goede kaars. Ik ga gewoon kijken voor een andere een. Ik moet eigenlijk vertrekken naar het werk, maar ik kan vol van het kattenhaar en het raakt er niet af. Ik kom er zot van. Ik kom er oprecht volledig insane van. Het raakt er gewoon niet af. Ik heb zelfs een mini flutrolletje in mijn handtas. Het is de derde soort rol dat ik pak, hé. Mijn broek hangt ondertussen ook weer vol. Ik had er net er heel af gedaan. Op het werk heb ik gelukkig een grote rol. Maar echt. Why? En van waar? Ik vind echt gewoon dat er een kat op gelegen heeft. Oh. Ik wil jullie nog iets doen. Dat is zo gehaast. Ik ga mijn sleutels nemen. Ik ga jullie terwijl nog iets tonen. Want ik heb iets kwijt nieuw leuk dat ik jullie wil tonen. Maar eerst keys. Dat ik dat niet vergeet. En wat ik jullie wil tonen, is... Ik heb iets gekregen van Jax. Dus ik heb al waarschijnlijk... Of waarschijnlijk niet, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb laten vallen dat ik graag wil leren piano spelen. Maar met dat ik mijn opleiding nog een jaar... Het gaat nu een jaar en een paar maanden... Een jaar en een half is groot. Pak een jaar en twee maanden, zoiets. Nog moet doen... Kan ik nog niet beginnen aan noten leren. Ik kan ook nog niet beginnen aan leren piano spelen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon wachten. Maar Jax is gisteren met een cadeautje thuis gekomen. Een piano! Oh my
kijk hoe mooi. Ja, I love it, I love it, I love it. Ja, I love it. Ik ga ook leren piano spelen. Ik heb al een paar TikToks gevonden. Dus, I'll take you on that journey. Maar nu moet ik echt vertrekken. Oké, bye. Dat is mislukt. Ik heb die gekozen. Zo twee tonen. Gewoon omdat ik dat, ik weet niet hoe mooi vind. Dat is zo mijn ding aan het worden. Zo hout en zilver combineren. Love it. Oké, okay, eerst het goede formaat. Ja, ik heb een walvis plakkertje aan. Maar dat is dus de band. En dan ga ik beginnen geleidelijk aan bezeltjes eraan hangen. Maar ik ga beginnen met dit. Maar oké, ik ga nu douchen. En dan ga ik een beetje piano spelen. Ik weet niet hoe laat het is. Het is 2:20. Dus ik ga misschien nog een klein beetje piano kunnen spelen. Niet zoveel, maar een beetje. Arpeggio. En dan... Ja, maar daar zit het nog niet, hè. Dat is zo moeilijk. Ik ga gewoon nog even doortokken 10 minuutjes. En dan ga ik kijken voor eten, want dan moet ik naar de les. Het is wel leuk, maar amai, je vingers. Holy shit. Ik ben net aangekomen in de sporthal om te gaan stemmen. Ik heb geen hoesting, maar echt nul fucking hoesting. Ik snap waarom dat nodig is. Als vrouw mag ik dankbaar zijn dat ik kan gaan stemmen. I get it, I get it, I get it. Maar ik ben moe. Het is zondag. Ik zat laat in mijn bed. Dus ja. Iedere volwassene weet hoe koud dit is nu. En eindelijk buiten. Ik ben een uur binnen geweest. Amai. Maar ja, het was ook op papier. En dan in oktober moeten we terug, hè? Maar dan ga ik niet om 11 uur komen. Denk ik, oké, we gaan heel lang staan. Misschien moet ik dat wat vroeger. Maar hangt af of ik ga moeten werken of niet. Dus. Ai, 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 ai. En ik kan ook geen volmacht geven. Want Jack stemt niet, dus. We zien wel in oktober. Dat is de zorg voor dan. Oké, ik ga naar huis. Ik heb honger. Pakketje! Zoals beloofd, ging ik jullie een update geven wanneer de nieuwe handtas hier was. En die is er dus. Dus ik heb op Vinted een vintage Louis Vuitton handtas gekocht. De Saint Cloud. Ik ga die direct tonen. Uit, als ik me niet vergis, 89. Ik zou nog een keer moeten double checken naar de code. Ik heb hem eerst laten opsturen naar het authentificatiecentrum. Om zeker te zijn dat het de juiste is. Dat die echt is. En it's real. Dus wat we gaan doen is hem kuisen. Dus ik ga het een keer tonen. Die is trouwens super cute. Kijk hoe mooi. Die is zo tiny. Ik ben blij. Ik ben echt blij. En zo gaat die open. Dan heb je de binnenkant. Vanachter is er nog een zak. Het grootste ding is hier het verkleurde leer. Maar vooral dat. De strap is hanging on for dear life. Maar, ik had hem al een keer aangedaan om te zien als die lang genoeg is zo. En ik vind hem lang genoeg zo. En ook als ik hem schuin aandoe, is die lang genoeg. Wat dat dus betekent, dat ik die twee zielige dingetjes, drie zielige dingetjes, kan afknippen. Dus ik ga hem echt, ja, tot hier afknippen, gewoon... Ja, ik ga het wel houden, je weet nooit, want het hangt echt vast met gewoon een paar draadjes. Dat is gewoon mottig.
En zien dat ik eventueel misschien hem eentje hoger ga steken. I fucked up. Ik ga hem kijken voor een leer naaikit of zoiets. Want... I fucked up. Dus ik heb hem wat gekuist. Nu, natuurlijk, het is niet perfect. Dat is oké. Het leer is alweer wat zachter. Nu de olie. En zelf moet eigenlijk gewoon nog serieus inwerken. Maar dat is dus gebeurd. Het is gewoon fucking afgekraakt. Dus ik was aan het kuisen. Dus ik was gewoon de band aan het kuisen. En plots... Ik heb hem in mijn hand. Het is gewoon... in twee gescheurd. Godverdamme. En de flap is... like, te klein. Allee, te klein. Het stukje... Ik weet niet of je het kan zien. Zo ga je het misschien beter zien. Het stukje is te ver afgescheurd om het te fixen. Kijk. Maar ja, dus zo zag het leer er eerst uit. Nu is het donker. Ik weet niet in hoeverre dat nog gaat verbleken, maar dat vind ik niet zo erg. Maar ja, ik moet dat proberen er terug aan te hechten. Dat was zo. Die ziet er eigenlijk ook uit alsof hij elk moment kan zeggen, I'm done. Dus ik weet nog niet zo goed dat ik dat ga fixen. Kijk, ik zie het gebeuren dat ik hem ga moeten opsturen. En ergens laten herstellen. Nu, in Louis Vuitton kan je dat ook laten herstellen. Maar ik vrees dat me dat verschrikkelijk veel gaat kosten. Ja, dat sukt, David. Dat sukt. Dacht ik ga hem van het weekend al kunnen halen. Niet van! Kleine piano-update. Nee. Ik heb een nieuw boek op aanraden van een vriendin die goed piano kan spelen. Alfred's Basic Adult Piano Course op bol.com gekocht. Massa's cheap. Ik ga zien als ik een linkje vind, eventueel van op Amazon of zo. Voor mensen die niet met bol.com doen. Maar ik zet nu aan Ode to Joy, Theme from Beethoven's Ninth Symphony. Het is wel in het Engels. Ik denk dat je het in het Nederlands kan vinden, maar ja. Dus allez. Het ding is, ik ben nu zo aan het leren wat de korte noot is en een lange noot. Dus een korte is zo 1 en een lange is 2. Maar alles klinkt voor mij mooier dat verlengd is. Maar ja, like, ik zou alweer... Dat zou ik doen, maar dat is het liedje niet. Dus dat is één dat ik nog ga moeten... Ook een andere update van mijn handtas. It's broken. It's dead. Dus ik heb gestuurd naar Hoi Hoi. Dat is zo je die handtassen herstelt. Dus ik wacht op een offerte om dat dan op te sturen. Wat dat sukt, want ik dacht dat ik het op TwitchCon ging kunnen gebruiken. We gaan naar TwitchCon eind juni. But I can't. Dus ja, dat sukt. Dat sukt, maar het is wat het is. Dus ik ga nog een beetje piano spelen. Ik moet ook binnenkort me gaan verantwoorden bij de RVA. Dus dat is heel leuk. Leuke update. Fancies. Voor die tijd dat ik springplank heb gedaan als zelfstandige. Ik heb zelf achter 1 kwartaal gestopt. Omdat ik merkte dat ik toen al te veel verdiende. Ik wou niet in de miserie komen. En nu zeggen ze, je hebt te veel verdiend. En ik is het van, no the fuck I didn't. Want ik heb op tijd gestopt. Check je papier. Dus ik mag mezelf gaan verantwoorden volgende week. Wat zo leuk is. Ah.